Ik ook. Helaas. Helaas te veel klachten waardoor het van de buis af is gegaan. Nee, laatst wat ik nog zag was, hoe heet die ook alweer? Dexter. Dexter's Laboratory. Ja. Geweldig. Ik heb namelijk Ziggo en daar hebben ze volgens mij deze maand als speciale zender dat dus. Maar dat nog op. Weet je nog hoe ik het precies vind? Kijk hoor. Even kwijt wat ik hem ook alweer was. Oh ja, Cartoon Network, dat was het. Dat is als een auto Sinterklaas komt. Het probleem is, alles is wel gewoon in het Nederlands. Dat is dan weer jammer. Mm-hmm. In de tijd dat het en nog... er zitten ook van die nieuwere dingen tussen. Dat is dan ook weer teleurstellend. Er zitten er soms wat oudere dingen tussen, dat is het niet. In de tijd dat het nog gewoon op analoog tv te ontvangen was, zat er dan een heleboel Engelse troep tussen. Top Cat, Droopy, Master Detective, Dexter zoals jij zei, Ed en Eddie. Oeh ja, Eddie met een plank en weet ik wat. Ja, plank. Met de kaakbrekers. Dat waren gewoon leuke dingen. Ja, tv tegenwoordig is alleen. Of wat Wild Ricky net stuurt, Johnny Bravo. Een Pinky and the Brain. Oh ja, absoluut. Helaas is het allemaal van de buis. Ja, het zal vast nog wel ergens op internet gewoon te vinden zijn. Vast wel. Op websites die ik hier niet mag noemen, omdat Twitch het niet leuk vindt. Je bedoelt vast in de baai? Ja. En zorg gelijk de website? Inderdaad. Om nog steeds maar de naam niet te noemen. Precies. Acquired spell. Lightning. Oh, mask. Dat is oud. De mask. Ja, de mask. Ik neem aan dat ZRMI dat in ieder geval bedoelt. Beetje Transformers achter gasten die maskers dragen. Daar komt me dan niet bekend voor. Inderdaad, dat zegt mij ook weer niks. Autobots. Hey, kistje. Twee kistjes. Non-cartoon.
Dat linkje van Mask zegt me echt niks. Ik moet me wel denken aan iets anders, maar ik ben even de naam kwijt. Hoe heet dat? Wannabe Power Rangers, dat is wat Wired stuurt. Wired stuurt? Ja, dat wordt gezegd. Dat dat Wannabe Power Rangers is. Big Bad Beetleborgs? Dat zegt me vrij weinig. Mij ook. Big Bad Beetleborgs. Zijn kleine kinderen met superkrachten. Huh? Ergens zegt hij me toch wel iets. Het doet me te veel denken aan de Power Rangers inderdaad. Powerpuff Girls sowieso. Absoluut. Oh jongens, daar weet ik er ook nog wel eentje. Maar die ga ik wel typen en die ga ik niet dus zeggen, zeg maar. Jullie moeten zeggen of jullie hem kennen. Oh my fucking god. Real? Ah, dat was. Ik heb echt zo raar gekeken, toch? Ik schaam me er gewoon niet voor. Hoe erg is het? No comment. No comment. Dat ging er mis in mijn opvoeding. Homo. Homo. God, master movies. Totally Spies, ook natuurlijk. Ja, dat was nog verrassend goed, ja. De eerste keer dat ik het zag, dat ik van... What is this I'm watching? Dat lijkt me wel... een soort van oké te zijn. Ja, het is allemaal prachtverleden tijd, het komt allemaal niet meer op tv. Helaas. Boss fight. Oh, ik weet het nog wel eentje. Het komt wel nog op tv. Kijk ik overigens niet echt ooit. Maar als je om 6 uur wakker wordt, dan weet je wat ik bedoel. Dora. Nooit iemand last van gehad dat je om 6 uur wakker wordt en dan nog een zender op hebt staan en dat er dan Dora opkomt. Zo net na die 0906 reclames. Die zijn dan net afgelopen. Die already? Holy shit. Mijn hele team gaat zo langzamerhand de pijp uit. Oh. Ja, als ze dat toch dringen wil zich noemen, ben ik er nog wel een. Shaman King. Het is niet lang op tv geweest, maar het is wel heel... Het is wel heel speciaal, vind ik.
Ja, die link die je Petertje net stuurde. Dat is The Legend of Zelda in de Powerpuff Girls. Hé? Dat makes no sense. You just lost 5 hearts. You just killed your own fairy. Ja, die burgemeester zit er dan te spelen. Ik heb gewoon één scène waar hij dat op zijn tv aan het spelen is. En dan, nou ja, aan de controle te zien speelt hij het over Nintendo 64. Oh, 7 HP. I'm getting my ass kicked here. Die van Helmen Heter kan ik net door de box. De Powerpuff Girls zit een aflevering die de Major zal laten spelen. Hij valt miserable. Ja, dat is dus wat hij net stuurde. Why do you think? There are always those that reject salvation. Maybe she's a desire. Oof. And I swear. At any rate, we are in danger. Op mijn stream was ik een partij. Those clothes. Ik weet niet hoeveel vertraging dat is. Nou, er zit in ieder geval behoorlijk wat vertraging tussen. Dat weet ik wel. No, it's nothing. Let's go. Ik heb meestal rond de 8 seconden vertraging. Ja, en met een capture card is dat nog eens een stukje erger. Hetgeen wat ik op mijn tv zie, dat zie ik 1 tot 1,5 seconden later pas op mijn pc. En dan nog internet lag. Mhm. Oh, help. Is niet goed. Hey, kistje. Beast Fang. Good night, good sir. Dan heb je nu pas ongeveer die fang gevonden. Nou, ik ben er al lang ontbreed alweer weg. En nu de gem. Fangguard. Ik moet echt eens timen hoeveel vertraging daar is. Ik moet mijn timer erbij pakken. Als je goede timers zoekt voor races en zo, dan moet je zoeken naar W-split. Ja, die heb ik al. Oké. Okay. Zeker van die heb je zeker van Speedruns Live afgehaald? Yep. Typical. Uiteraard, ik kijk naar Cosmo Ride. Cosmo met zijn nagellak. Yep, en zijn Banjo-Kazooie en Zelda. Yep. En Super Reset Ball. Super reset bal. Laatst ook Commander Keen. Gewoon op één dag 600 attempts. Oh. Oh ja, klopt. Dat doet hij meestal ook als hij klaar is met Zelda. Gaat hij in de aftiteling gaat hij Commander Keen spelen. Ja, kijk of hij voordat de aftiteling afgelopen is of hij Commander Keen kan uitspelen. Ja, precies. Hij wil dat waarschijnlijk ook gaan doen op HDQ. Ja, als hij dat mag van hem. Ja. Is no good. Oh jezus. Is no good. Geweldig. Er was nog een andere Peppy serie die ook best wel populair was. Even denken hoor. Inspector Gadget, die was er ook nog.